Het is maandag 29 april. Dit is Flevoland. Marktlieden vrezen toekomst. 11.000 euro voor Sri Lanka. Toekomstculturele broedplaats op losse schroeven. Goedenavond. Er is nog onduidelijkheid over de inzet van politie afgelopen Koningsnacht in Almere. De politie zegt dat er aanwijzingen waren dat rivaliserende groepen uit Almere en Lelystad met elkaar wilden gaan vechten in het stadshart. Burgemeester Weerwind van Almere besloot daarop delen van het centrum aan te wijzen als risicogebied. We hebben dit niet zomaar gedaan. Dat zei een woordvoerder van de politie op de toch wel ruime inzet van agenten in het centrum van Almere afgelopen Koningsnacht. De burgemeester van Almere had een groot deel van het centrum aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie iedereen kon fouilleren. Waarom gebeurde dat? Omdat er serieuze aanwijzingen waren dat het echt goed fout had kunnen gaan in het centrum, zegt de politie. Er waren oproepen op sociale media om te komen vechten bij het Forum. En dan zou het gaan om rivaliserende groepen jongeren uit Almere en Lelystad. En die oproepen werden massaal gedeeld volgens de politie. En dat het ging om serieuze dreiging blijkt volgens de politie wel uit het aantal aanhoudingen. 6 mensen waren in het bezit van een mes. En 1 persoon was in het bezit van een vermoedelijk vuurwapen. Die persoon zit nog vast en dat is volgens de woordvoerder van de politie ook voldoende antwoord op de vraag of het om een echt vuurwapen ging. De politie zegt geen enkele aanleiding te hebben voor de oproep om in Almere te komen vechten. Dat er sprake zou zijn van rivaliteit tussen Lelystad en Almere is ons niet bekend, zegt de woordvoerder. Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Eerder die dag zijn 2 personen in Almere aangehouden op verdenking van opruiing. Zij zouden mogelijk betrokken zijn bij het plaatsen van al die oproepen op internet. Urk heeft vanochtend opnieuw gul gegeven voor de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. Bij een visveiling werd in korte tijd bijna 11.000 euro opgehaald. Bij de symbolische veiling kregen de kopers wel een factuur, maar niet de vis waarop ze boden. Onder de bieders waren bedrijven die al eerder geld voor Sri Lanka doneerden. De opbrengst van 11.000 euro is dan ook een grote verrassing. We zijn eigenlijk al een beetje bezig met deze actie. Dus ja, ik had wel het idee van, er zijn ook al wel bedrijven die al wel gestort hebben. Ook visbedrijven die al wel gestort hebben. Dus dan ga ik er niet vanuit dat we dit enorme bedrag eventjes zo binnenhalen. Ja, want u dacht, wellicht hebben de mensen al gegeven en zijn ze nu niet meer van zins om nog eens extra te geven. Ja, nou ja, ook omdat ik weet dat er visbedrijven zijn die al wel gegeven hebben. En die hebben nu ook gewoon weer meegedaan. Dus 1 woord gewoon geweldig. De visveiling maakt deel uit van een grotere actie die vorige week op Urk van start ging. De 11.000 euro van vandaag helpt om het uiteindelijke streefbedrag te halen. Nou ja, wij hebben geroepen natuurlijk 100.000 euro. En met dit bedrag erbij kan ik al wel verklappen dat wij op 65.000 euro zitten. Dus we hebben nog een tijdje te gaan. Nog een paar bedragen te gaan in ieder geval. Er is inmiddels een kerkgemeenschap gevonden waar het geld naartoe zal gaan. Wij willen dan naar de Zion Church toe. Dat is een protestants-evangelische kerk daar en die ook getroffen is, waar 28 personen omgekomen zijn. En wat wilt u dan met dat geld voor deze gemeente gaan betekenen? Wat kunt u daar doen? Nou ja, we moeten contact opnemen met de autoriteiten daar, want daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven. Je gaat in ieder geval denken aan de slachtoffers sowieso en misschien meehelpen met het oprichten van de kerk weer daar. De Urker actie voor Sri Lanka duurt nog 2 weken. Marktkooplui in Almere Stad zien nieuwe regels van de gemeente niet zitten. Die wil meer concurrentie. Als een notenkraam verdwijnt, dan hoeft die niet per se vervangen te worden door een nieuwe notenkraam. Volgens de ondernemers zal de markt hierdoor onaantrekkelijker worden. Ik vind het jammer dat ze geen gebruik maken van de kennis van al die kooplieden die hier staan en ook op andere markten staan. En uit ervaring weten dat dit geen goede zet is. Dan kun je het dan mensen achter het bureau overlaten. Maar ja, die hebben daar geen ervaring mee en ook geen kaas van gegeten. De gemeente Almere heeft nieuwe regels voor de markt in Almere Stad opgesteld. De marktcommissie is daar niet blij mee. Nu is er vastgesteld hoeveel kramen er bijvoorbeeld mogen zijn voor eten en textiel.
Die branches zijn er weer onderverdeeld in soorten eetkramen en textielkramen, zoals dames- en herenmode en ondergoed. De gemeente wil daarvan af en wil alleen de hoofdbranches overhouden. Dat gaat volgens de marktcommissie ten koste van de diversiteit. In heel veel categorieën is er gewoon concurrentie. Hè? Want je hebt natuurlijk meer groentekramen en de kaaskramen zijn er twee van, de visboeren zijn er twee van. Textiel zijn er ook meerdere, zeg maar. Dus er is al wel een vorm van concurrentie. Maar ik denk wel dat er een maximum hoeveelheid aan zit voor wat interessant is voor een bepaalde stad. Ja, en ook interessant is voor de markt mensen om te kunnen concurreren, ja, en om het hoofd boven water te houden. Ja, en ik ben bang dat, zoals het er nu voor ligt, dat dus en qua concurrentie en qua aanbod en aantrekkelijkheid voor de consument, deze markt langzaam zal afbreken. Er wordt al jaren gesproken over de nieuwe regels. De marktcommissie heeft een adviserende rol. Ze is boos dat de gemeente niet wil luisteren. In Nederland zijn een heel aantal markten te noemen waar ze hetzelfde in het verleden al gedaan hebben. Waar je dus ook zag dat die markten hard achteruit liepen omdat er heel veel van hetzelfde werd aangeboden. Dus je kan je nog onderscheiden door een heel breed aanbod te bieden, zeg maar. Ik denk dat je dat hiermee dus juist alleen maar het omgekeerde doet. En daardoor aanbod gaat verliezen. En de aantrekking voor de consument kwijtraakt. De nieuwe regels moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Als laatste middel gaat de marktcommissie inspreken tijdens de raadsvergadering. Straks zien we hoe het theatergezelschap Bonte Hond verder werkt aan de bevrijdingsvoorstelling Volgens mij. 10 minuten voor aanvang. Het is 10 minuten voor aanvang. Oh, hè, dat vallen. Ach, dat was helemaal niks, toch? Niks. Ja, ik viel. Ja, dat is straks. De Hanseweg tussen Dronten en Roggebot is vanaf vanochtend 3 weken dicht voor groot onderhoud. Verkeer moet omrijden via de Binnenringweg, de Elburgerweg en de Drontenmeerdijk. Automobilisten moeten buiten de spits rekening houden met 10 minuten extra reistijd. In de 3 weken dat de weg dicht is, worden het asfalt en de verkeerslichten vervangen. Naast de rijbaan worden grasbetonstenen aangebracht. Ook de Vogelweg bij Almere is de komende 3 weken gedeeltelijk dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen de Goudplevierweg en de Tureluweg. Ook de kruising Vogelweg-Paradijsvogelweg is dicht. Het Nederlands Handbalverbond wil ook de komende 4 jaar de bekerfinale handbal laten plaatsvinden in de Topsporthal in Almere. Gisteren vond in deze hal de bekerfinales voor dames en heren plaats. Het evenement trok duizenden bezoekers. De vrouwenfinale werd gewonnen door Quintus uit Quinsheuvel. Bij de mannen ging Volendam met de beker naar huis. De 6e editie van de Dronter Landrund wordt dit jaar op 19 mei gehouden en is nu al bijna uitverkocht. Net als vorig jaar, toen een record aantal deelnemers aan de start verscheen, zijn de 1200 toegangsbewijzen op een paar na vergeven. Voorzitter Agian Schreier legt uit wat de deelnemers tijdens de Dronter Landrun kunnen verwachten. Tenminste 5,5 kilometer afstand, hardlopen, verschillende ondergronden, water, bos, zandgrond en hard pad. Touwklimmen is een must, kunnen apen hangen is een must, je moet je armen kunnen trainen en je moet er zeker klaar voor zijn. En voor de rest denk ik gewoon een hele leuke dag. Het is op een zondag, maar kan niet missen. In mei. De start en finish is dit jaar bij korfbalvereniging ASVD aan de Educalaan in Dronten. Wethouder Ton van Amerongen geeft op 19 mei het startschot van de Dronten Landrun. Oud-judoka en Olympisch kampioen Mark Huizinga is als voorzitter van de Survivalbond Nederland ook aanwezig. De culturele broedplaats, het Lab in Lelystad, kan geen nieuwe plek vinden in de stad. Eind volgende maand moeten ze het Maarlandhuis verlaten. Ze zitten daar anti-kraak en dus wisten ze dat het elk moment over kon zijn. Toch viel de mededeling dat ze moeten vertrekken de stichting rauw op het dak. Dus dat was wel even schrikken, want een maand is kort, je weet het natuurlijk wel, hè, met anti-kraak. Maar ja, dat was wel even schrikken. Het Lab moet 22 mei uit het Maarlandhuis in Lelystad zijn. De toekomst van de culturele broedplaats komt daarmee volgens initiatiefnemers in gevaar. Het pand wordt anti-kraak gehuurd, maar wordt nu omgebouwd tot woningen. Er wordt al langere tijd gekeken naar een andere betaalbare ruimte, maar zonder resultaat.
We hebben onlangs een aanbieding gekregen bij Scapino. En minimaal was de inzet €2800 per maand. En dan hebben we het nog niet eens over gas en licht. En dat, nou ja, dat is door ons niet op te brengen. Het Lab is een platform voor en door mensen die zich bezighouden met duurzaamheid, kunst, cultuur, bewustwording en natuur. Dat is volgens Norma Karmelk heel waardevol voor de stad. Ik denk dat mensen de stad maakt. De stad moet een ziel hebben. Als de stad geen ziel heeft en dus geen cultuur, gaat een stad dood. En ik denk dat mensen een ziel creëren door heel veel cultuur. En dat is wat wij doen. Karmelk zit met de handen in het haar. In de afgelopen 5 jaar moesten er meerdere keren verhuisd worden. De rek is er nu uit. Dat verhuizen, dat breek je. Ik wil graag wat voor de stad doen. Ik doe opbouwwerk in Almere en dat doe ik met heel veel plezier. Maar er moet wel een beetje progressie in zitten. Je weet dat je tegen dingen aankloopt. Hè, als je met dit soort dingen bezig bent, het is soms 7 stappen terug, 2 vooruit. En dat is prima, maar weet je, een beetje meewerking zou toch wel heel fijn zijn. Ja. Er moet nu iets permanents komen. Ja, absoluut. Want anders is het eind Lab, denk ik. Het Lab hoopt dat de gemeente iets kan betekenen. Ze hebben een geschikt pand in gedachten. Het is het Oudom College en het is van de gemeente. En ja, we hopen eigenlijk dat zij bereid zijn om ons die kans te geven om dat op die manier te kunnen doen. En zodat we daar echt iets moois van kunnen maken. Hoe en met welk idee kijk je naar de wereld? Met dat in het achterhoofd werkt theatergezelschap Bonte Hond aan de bevrijdingsvoorstelling Volgens Mij. Een voorstelling over en rond het thema vrijheid. Ja, ik was heel erg op zoek naar hoe ik iets zou moeten vertellen. En toen zijn we op een gegeven moment gaan met dans, hebben we een choreografie gemaakt met dans. En toen bleek opeens dat dat eigenlijk genoeg was, dat daar bijna geen tekst meer voor nodig was. Maybe I am blind to the colors of mankind, all these storylines. 10 minuten voor aanvang. Het is 10 minuten voor aanvang. Wat ook eigenlijk heel makkelijk was, was opeens de route die ik wilde lopen in het theater. Ik vond het opeens heel leuk dat mensen een keer in de kleedkamers komen. En dat mensen een keer op het toneel staan in plaats van ernaar te kijken. Anne! Hè? Do you think they're gonna like it? Ik probeer wel met mijn werk. En dat vind ik ook zo leuk aan het werk van Judith Vaas, is dat zij allemaal mensen verzamelt. Nee, echt! Hey, serieus! En echt een hele diverse groep met hele toffe spelers die allemaal iets anders vertegenwoordigen. En allemaal een andere discipline bijvoorbeeld. Waardoor je sowieso al een combinatie krijgt van heel veel verschillende oogpunten, zonder dat je gaat zeggen hoe het moet of zo, maar gewoon allemaal facetten van een mening of van de wereld kan laten zien. Waardoor je ook uiteindelijk als publiek misschien zelf daar een gedachte over krijgt in plaats van dat je een mening wordt opgelegd. Wat een avond! Wat een avond! Oh. Wat een avond! Oh. Wat een avond! Rotavond! Maar hè? Het ging heel goed, toch? Ik denk dat het gewoon goed is om soms stil te staan bij dingen. Of om je toch nog te laten verwonderen door iets. En elkaar in de ogen aan te kunnen kijken en contact te kunnen maken. Dat vind ik een belangrijk gegeven, ja. En om verhalen te kunnen vertellen. Zodat je af kan reizen naar een andere wereld. En gewoon daarin een wat breder zicht krijgt op wat er om je heen is. In plaats van alleen maar je eigen kleine cirkel. Goed. Noem je dat goed? Ja, ging goed. Zag je niet wat er gebeurde? Wat gebeurde? Ik viel. Oh, hè, dat vallen. Ach, dat was helemaal niks, toch? Niks. Ik viel. Praten over kunst is eigenlijk praten, kan bijna niet. Dan moet je gewoon zien en dan moet je gewoon meemaken. En daar kan je wat mee of niet. En ik vind ook onzin dat iedereen ervan moet houden. Want ik hou ook niet van alles. Bedoel, als je mij... moet je ook niet bij een bokswedstrijd zitten. Dan zit ik ook, daar snap ik niks van.
helemaal niks. Terwijl die mensen hebben daar echt een verhaal bij en die, dat is hun leven. En dat is echt niet zomaar iets doen of zo. Maar daar kan ik helemaal niet bij. En dan kan je me 1000 keer uitleggen, maar er zit gewoon geen link. En de voorstelling volgens mij is de komende dagen gratis te zien in de grote Flevolandse theaters. Straks zie je in onze reeks vrijheidsinterviews het verhaal van Marjan Sergali uit Almere. Ze vluchtte uit Iran. Ze zat daar in de gevangenis en werd gemarteld. Kiezen in vrijheid wordt gepresenteerd door Dolores Lewin. En dit was Flevoland voor vandaag. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.